Nee. Goedendag, we staan hier op de markt van Amsterdamse Poort. En wat vind jij van de uitspraak die Wilders heeft gemaakt? Moeilijk man, ik ga eerlijk zijn. Die man heeft een grote aanhang waar hij voor spreekt. Kijk, ik zelf neem hem geen niet meer serieus, vooral nu. Want hij zoekt nu eigenlijk een reden om zeg maar, mensen weer te proberen te trekken voor hem weer te stemmen. Dus voor mij zijn uitspraken zijn eigenlijk zoals iedereen eigenlijk doet. Ze proberen een klein beetje steun te zoeken ergens. Maar verder zelf heb ik voor mezelf van belachelijk. Ik vind het belachelijk. Ik vind het voor mezelf van... Het heeft op een gegeven moment van zijn kant vind ik dat het geen inhoud meer heeft. Begrijp je? Want het blijft een feit zwarte piet moet gewoon verbannen. Het moet gewoon weg. Maar daarmee bedoelt hij eigenlijk dus. Begrijp je? Dat zwarte piet minister moet worden in van cultuur. Nee, maar hij moet sowieso geen minister. Hij moet sowieso geen minister worden, want die man is hij is verdeeld. Maar wie is zwarte piet? Huh? Wie is zwarte piet dan? Wie gaat staan voor zwarte piet? Ik ga eerlijk zeggen. Geen Rutte, geen Wilders, gewoon Sylvana, nee. Klaar, simpel. Dus Sylvana is een zwarte piet? Nee, Sylvana is geen zwarte piet, Sylvana wordt onze vertegenwoordiger. Nee, maar wie bedoelt hij met zwarte piet? Bedoelt hij Sylvana dan in jouw ogen? Nee. Hij spreekt voor zichzelf. En hij probeert, dat stukje zwarte piet wordt hij als een cultuur iets te vertegenwoordigen, maar... Maar zwarte piet is toch afgeschaft, soort van? Ja, dat klopt. Vanuit één groepering waar ik gewoon ook achter sta. Ja. Begrijp alleen, zoals we jammer genoeg in Nederland leven, heb je altijd dat stukje groepering die eigenlijk voor zichzelf heeft. Kijk, ik ben niet zwart, ik ben niet dit, dus het interesseert me niet en zwarte piet moet blijven. Begrijp je? En die bevolking, die groepering, probeert hij juist om op te roepen om voor hem te gaan stemmen straks. Zwarte Piet als minister van cultuur, wat vind je daarvan? Dat vind ik echt belachelijk. Een belachelijke opmerking. Waarom zegt hij dat dan ook? Hè? Ja, ik weet het niet. Ja. Die man is niet te volgen trouwens. Nee. Okay. Zal wel een storing in zijn hoofd zitten of zo. Hij zei prachtig karikatuur, het hoort bij Nederland. Ja, nou dat is weer wat anders, maar om daar een minister te maken, nee, dat gaat een beetje te ver. Ja. Maar het gaat er ook om, van wie bedoelt hij dan ook eigenlijk? Met Zwarte Piet. Ja. Ja. Kan ook een collega's van hem zijn ertoe, maar er zijn weer weinig gekleurde mensen, zeg maar. Sylvana, volgens mij. Nou, onder andere. Ja. Die is heel ver weg, die zie ik bijna nooit. Ik ken alleen Sylvana daar aan de top. Ja. Tenminste, nou. Die bij de partij. Maar je hoort er helemaal niks van. De racisten eigenlijk. Wacht even, precies, kort simpel de racisten. Begrijp je? De mensen die enigszins hebben voor hunzelf van, weet je, het moet gewoon blijven en die man gaat voor ons spreken, dus ik ga voor hem stemmen. Iedereen is nu bezig, groot gedeelte, om mensen uit hun banktalen, stoeltalen en om gewoon de 15, 16 en 17 gaan stemmen. Dan ga je alles uit de kast halen. En hij gaat het op de Marokkanen gooien, hij gaat het op dit gooien, hij gaat het op Zwarte Piet gooien. Want hij heeft bijna geen troeven meer. Hij gaat die oude trucjes proberen weer naar boven te halen. Gewoon een tactiek eigenlijk. Ja, het is een tactiek. That's it. Ja. En dan is het aan jou als persoon, ga je ermee in zee of niet? Dat grap je. Oké. Okay. Ja, daarom zeg ik gewoon voor mezelf van stem, maar stem in ieder geval op iets waar je 100% achter staat. En als je niet stemt, gaat je stem sowieso verloren. Dus kan je dus goed lopen naar de stembus. Dus als Wilders zou winnen, dat zou dus zeggen dat er heel veel racisten zijn. Nee, er hebben heel veel zwarte mensen niet gestemd op Sylvana. Ja, dankjewel. Klaar. Is goed.